Nou, welkom bij de webinar over de data-uitwisseling tussen Volk Professional en de Construction Cloud, Revit en Inventor. De webinar start om 11 uur. Mijn naam is overigens Guido Tits, mijn collega Wim Pepping is ook aanwezig. We hopen uiteraard dat jullie ons goed horen. We wachten nog even totdat iedereen aanwezig is. Mocht je ons niet kunnen horen, dan kun je dat uiteraard even in de chat laten weten. Nou, zoals ik al net aangaf, webinar over de online data-uitwisseling met Volk Professional in de Construction Cloud. Mijn naam is Guido Tits, ik ben consultant bij Cadix. Ik verzorg onder andere diverse trainingen op het gebied van BIM, Revit en met name ook de Construction Cloud. Nou, Construction Cloud ook bekend als BIM 360, de naam eigenlijk die het voorheen droeg. Er zijn wat integraties gebeurd. De webinar die we laten zien zal met beide pakketten kunnen. Mijn collega Wim Pepping die zal zich ook eventjes voorstellen. Goedemorgen, mijn naam is Wim Pepping. Ik ben van de werkbouwkundige afdeling, zeg maar. Wat ik met name doe is het verzorgen van trainingen op het mechanical gebied, Inventor, Fusion. Ik hou me ook bezig met de implementaties van de Volt. En nu gaan we het een keer samen doen, dus iets wat niet zo vaak voorkomt. Revit en Inventor samen. Dus zeg maar de bouwkundige en de werktuigbouwkundige samen. Ja. Maar het kan en het is zeker leuk. Jazeker, en het maakt ook gewoon je modellen nog completer. Voor Zoom. Links onderin staat een knop om jezelf te muten. Als het goed is, staat deze ook automatisch uit. Voor je video, mocht je je video willen starten, die staat daar net iets naast. Als je ons een berichtje wil sturen, dan kan dat ook via de chat. Nou, wij zullen de meeste vragen pas na de hand gaan behandelen. We proberen wel het een en ander tussendoor te doen, maar in de basis zullen we na de hand gaan behandelen. Laat dan ook even je e-mailadres achter erbij. Je kan zorgen dat je hem niet naar iedereen stuurt door eventjes het knopje everyone op Wim of mij te zetten. Dan komen jullie chatberichtjes puur bij ons uit. Voor iedereen die Cadix nog niet kent, wie is Cadix? Nou, wij zijn een bedrijf dat doet in professionele CAD dienstverlening. Dus alles wat met computer-aided design te maken heeft, daar geven wij training, consultancy en detachering in, dus oplossing en consultancy. Wij doen dat hoofdzakelijk vanuit twee locaties, Drachten boven en Utrecht onder. Maar daarnaast hebben we meerdere locaties door heel Nederland waar wij geregeld zijn te vinden. En als ik dan voor Wim en mij spreek, dan zitten daar nog veel meer locaties door Nederland heen waar wij graag ook maatwerkoplossingen voor jullie bieden. Wij doen dit alles vanuit de verschillende werkvelden, bouwarchitectuur, werkgebouw, installatietechniek en civiele techniek. Ook elk natuurlijk met de eigen pakketten die erbij horen en dat maakt het juist interessant. Dus niet alleen maar Revit is interessant, ook Inventor is interessant. Hoor je toch eens een keer aan mijn mond, hè? Nee, zo zijn alle pakketten zijn uiteraard interessant en zeker ook de samenwerking ertussen. En we zien dat er met name in de clouddiensten en de serveroplossingen, dus de data-uitwisselingen, grote sprongen gemaakt worden. En vandaar ook deze webinar. Dus wij willen laten zien wat er gebeurt als je BIM 360 en de Construction Cloud laat samenwerken met Volt. Dus dat je daadwerkelijk zeg maar het Revit en Inventor gedeelte met elkaar gaat integreren. Nou, nog één keer hè, voor iedereen die nu net binnenkomt. Even admit. Links onderin zie je mute en chat staat dan in het midden. Wat gaan wij vandaag allemaal doen? We gaan even kort in op software, databeheer en nulpunt. Dat is natuurlijk belangrijk voor de uitwisseling van data. Vervolgens
tonen wij de workflow die er is. En wij hebben dat op basis van wat voorbereidende dingen zullen we ook wel toelichten waarom dat gedaan wordt. En vervolgens tonen we ook nog een deel van de voor- en nadelen die aan deze samenwerking zitten. Over de software, even vanuit de BIM 360 kant. Nou, BIM 360 is de afgelopen paar jaar het pakket wat met name in Revit, of vanuit Revit gebruikt wordt door de ontwerptak. Werkt heel goed samen. Je ziet dat er tegenwoordig sinds enkele maanden integratie is, ook met meer de constructieve kant en de clash detectie, et cetera. Dus er is een nieuwe omgeving, die heet de Construction Cloud. Nou, komt deels op hetzelfde neer, maar je ziet wel zeker een integratie van nog meer extra functionaliteit. En nogmaals, wat wij vandaag laten zien, kan zowel in de Construction Cloud als in de BIM 360 omgeving, omdat het hoofdzakelijk werkt vanuit de DOCS omgeving. Dus de documentenbeheer omgeving. Ja, dan komt mijn stukje van de Volt. Wat in het verleden al vaak gezegd is, dat we vaak met Inventor AutoCAD werk je in de Volt. Mensen van de Volt vaak zeggen van, nou, Revit moet dan ook maar in de Volt. Of omgekeerd, Inventor in de cloud. Ja, beide pakketten zijn eigenlijk zo verschillend dat dat doorgaans niet goed werkt. Dus vandaar dat Autodesk met een samenwerkingsmethode is gekomen. Eerst kort ingaan op de verschillende versies van Volt. Want niet alle Volt-versies kunnen zo'n samenwerking aan. In eerste instantie heb je Volt Basic. Dat is een versie die in principe tussen haakjes gratis bij Inventor of AutoCAD zit. Dat is puur een PDM-systeem, puur datamanagement, opslaan van bestanden. Wel met als doel samenwerking, maar dan echt binnen jouw Inventor-team, zeg maar. Eén treetje hoger, kom je bij de Volt Workgroup. Die heeft wat extra opties, nog wel steeds bedoeld voor binnen jouw Inventor. AutoCAD team. Even kort erop ingaan. Revisiebeheer mogelijkheid zit daarin. Lifecycle management. Wat inhoudt dat jij je producten door verschillende stadia kunt laten gaan. Dat je aan het designen bent tot voor approval en uiteindelijk released. Een autonummering systeem zit erin. Een Office integratie met Outlook, Word, Excel. Die zijn wel kosten aan verbonden, deze versie. En nog een interessante toevoeging wat hier mogelijk is. Je kan folders afschermen voor gebruikers. Zodat als jij iemand eventueel op afstand zou inhuren, die je toegang geeft tot de Volt, dan heeft die in tegenstelling tot wat bij de Volt Basic wel zo is, niet de toegang tot jouw complete archief, zeg maar. De hoogste stap is de Volt Professional. Daarin is wel een koppeling mogelijk met de Construction Cloud. Dat laat ik zo meteen in het volgende diaatje even zien hoe wat dat inhoudt. Verder kan Volt een koppeling aan met ERP. Multi-site ondersteuning, waarin houdt dat je op meerdere locaties kunt werken die elk een eigen Volt server hebben, die dan onderling kan synchroniseren. Ook weer de Office integratie wat daarin mogelijk is. En de Volt Professional kun je ook benaderen via een app op je telefoon of tablet. Even hoe de Volt en de Construction Clouds gepositioneerd zijn. De Volt server zie je in het linkerschermpje staan binnen een firewall. Meestal is het zo
De meeste bedrijven zijn een beetje huiverig voor om hun data, zeg maar, ergens in de cloud te parkeren. Ook voor diefstal is wat van bedrijfsdata is wat dan wat kan een reden zijn. Maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Dat kan mooi binnen je eigen bedrijf, binnen de firewall blijven. En je ziet ook in het plaatje dat de Construction Cloud waar kan een connectie leggen met de vaults. En zodat je toch een samenwerking hebt. Dus zo kunnen deze beide systemen toch samenwerken. Ja, en ook dat je dus zorgt dat je data beide kanten op natuurlijk altijd up-to-date blijft. Ja, dat zie je volgende dia. Zeg jij wanneer ik moet klikken? Nou, je mag al klikken. Dit is even een plaatje wat er in de Vault Professional mogelijk is. Daarin kan je een project sync management systeem, waardoor jij de Vault het synchroniseren kunt laten uitvoeren. Als je dat handmatig wil doen, is dat of je vergeet het, of neemt heel veel tijd in beslag. De eerste mogelijkheid is dat de data, de Inventor data, en dat kunnen dus grote files zijn uit Inventor, met veel details, die nodig zijn in Revit. Als je dat vanuit Inventor wil doen, dan kan het soms zomaar een uur of meer in beslag nemen om een file te prepareren voor Revit. Dat kan je ook door de Vault laten doen. Dus dat zie je dus in het eerste plaatje met een gele pijl. De files worden dan naar de Construction Cloud gestuurd door de Vault. Dat kan je gewoon buiten kantooruren laten doen. Het tweede is omgekeerd. Dat de Revit files weer terugkomen. En als laatste zijn er natuurlijk ook overige documenten. Vault beperkt zich niet tot alleen Inventor files, maar ook Word documenten, foto's, pdf's. Bijna alles kan erin. En die synchronisatie twee kanten op kun je ook door de Vault laten uitvoeren, zodat de mensen die op de Vault aangesloten zijn over alle projectdata beschikken en omgekeerd. Dan mag jij weer. Ja. Nou, het is natuurlijk als je dus in de Construction Cloud werkt, BIM 360 omgeving, zitten natuurlijk ook de kanten van documentenbeheer. We kunnen daar ook Office documenten, et cetera, in plaatsen, ook in bewerken. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je de data daadwerkelijk gebruikt. En nou, wij gaan het voornamelijk nu hebben over de modellen natuurlijk en hoe dat samenwerkt. En we zullen eventjes laten zien wat daarvan dan voor- en nadelen zijn. Er staat demonstratie nulpunt, maar het is gewoon een plaatje van het nulpunt. Wat belangrijk is als je gaat samenwerken tussen Revit en Inventor, is dat je een nulpunt in de gaten houdt. Iedereen die werkt met Revit, die weet dat er drie zijn in Revit. Dus je hebt je survey point, je hebt je project base point en je hebt de origin. In Inventor zit dat iets anders. Het is wel belangrijk dat je dat altijd goed instelt. We hebben verschillende files en verschillende demonstraties ook gezien dat projecten vaak op z'n kop, schuin of wat dan ook in Revit komen. En met name dat de nulpunten niet goed op elkaar staan. Belangrijk wat jij eerst afstemt. En we zeggen dat in het bouwinformatiemodel altijd al. Maar je nulpunt moet daadwerkelijk in één keer goed zijn. En dat is ook voor je 2022 versies van de Autodesk software een stuk beter geworden. Doordat je niet alleen maar op basis van families kunt samenwerken. Maar ook op basis van Revit projectbestanden. Voor iedereen die niet weet wat een Revit family is. Maar dat zijn eigenlijk de elementen, de losse elementen in Revit, de unieke objecten. Het Revit projectbestand die heeft daadwerkelijk een goed nulpunt waarmee je je bestand ook kunt gaan linken. Nou, en linken zorgt ervoor dat je constant een geüpdate model gaat krijgen. Dus het is uiteindelijk een betere samenwerking.
Je hebt in Inventor heb je meer vrijheden om dat nulpunt uiteindelijk te gaan bepalen. Dus je zult ook, als je in Inventor bezig bent, met name daar je nulpunt moeten gaan afstemmen. Maar je doet dat wel op basis van het model dat je weer vanuit Revit aangeleverd krijgt. Dus in ieder geval, zo werkt het in onze demonstratie. Wat gaan we straks demonstreren en laten zien? Er wordt een gebouw gemaakt, of er is een gebouw gemaakt in Revit. Hierin staat onder andere het nulpunt, wordt gedemonstreerd waar die is. En we gaan in op publicatiesettings en grafische instellingen die je kunt doen, zodat het goed gaat werken in Inventor. Wij sturen dat naar de Construction Cloud BIM 360. Dus je zult zien, iedereen die werkt met BIM 360 herkent de stappen. Voor mensen die niet werken met BIM 360, die zullen misschien wat nieuwe dingen zien. Vanuit BIM 360 wordt dat eigenlijk gestuurd via de desktop connector naar de Volt. En vanuit Volt kun je hem dan weer inladen in Inventor. Nou, in Inventor zul je zien dat je de beelden weer terugziet die ik in Revit heb klaargezet. En dat wordt de andere kant weer opgestuurd om het uiteindelijk in Revit te krijgen. Op dit moment is het wel zo, en dat is een van de nadelen die we straks ook zullen benoemen. Er wordt nog niet een letterlijk cloudmodel gemaakt vanuit Inventor. Dus hoewel die in de cloud staat, kun je hem nog niet als cloudmodel direct linken. Dus we gebruiken een andere manier van linken. Laat ook zien hoe je er later wel een cloudmodel van kan maken. Gaan we even schakelen. Dit is Revit. Als het goed is, ziet iedereen Revit ook. Ga ik er maar even vanuit, hè? Dit is het model wat ik gemaakt heb. Grote kantoorcomplex. Mooie entree natuurlijk, wat boompjes eromheen. En bovenop een technische ruimte. In die technische ruimte willen we straks iets gaan plaatsen. Voor de Revit kant belangrijk om te zeggen dat het nulpunt helemaal hier uiterst links staat. En dat betekent dat wanneer je zou gaan werken met families en dingen in gaat laden op het nulpunt, dat het hier ergens terecht gaat komen. En dat is uiteraard niet wat je wil, want wij willen hem hier bovenin in de installatieruimte willen we een pomp krijgen. Dan is het ook zo dat als je samen wil werken met Inventor, maar dan is het niet fijn voor iemand in Inventor om dit volledige model te krijgen. Er zit gewoon veel te veel overbodige informatie. Dus je moet gaan afstemmen wat jij wil gaan sturen. Ik wil de technische ruimte sturen. Dus in dit geval hebben wij middels een scopebox puur even die technische ruimte uitgelicht. Daar hebben we ook een doorsnede van. En het meest belangrijke voor Inventor is dat wij hier ook een 3D-beeld van hebben. Want dit is wat ze uiteindelijk zullen zien. Belangrijk ook om te zeggen is, nou, er zitten natuurlijk gelinkte modellen in. We gaan straks zien wat een gelinkt model. In ons geval is dat hier de constructie. Dus de vloer, zeg maar het tweede gedeelte van de vloer. Dat is een gelinkt model van de constructeur. Om het iets makkelijker te maken voor Wim, hè? heb ik ook eventjes de muur alvast weggehaald, zodat ik dat straks ook kan zien. Dit model is al een Cloud Collaboration model. Dus we hebben al hem klaargezet in de BIM 360 Construction Cloud omgeving. Wat doe je normaliter? Nou, normaliter ga je eerst naar je Publish Settings. En in je Publish Settings heb ik twee sets aangemaakt die gestuurd worden naar de Construction Cloud. Eén heet BIM 360 en de andere is specifiek voor de samenwerking. Hierin heb ik aangegeven dat er een plattegrond en die twee technische ruimte 3D-beelden, dat die worden gesynchroniseerd naar mijn cloud-omgeving. Vervolgens moet je zorgen dat je uiteraard synchroniseert. En dat wil ik even doen. Synchroniseren werkt hetzelfde als een worksharing model.
En je gaat dit model ook publiceren. Ik doe het in dit geval via Managed Cloud Models. Samenwerking Revit Inventor. Dus daar is in de cloud een omgeving van gemaakt. Die laat ik zo zien. En ik zorg ervoor dat mijn laatste stand gepubliceerd wordt. Schakel je dan naar de BIM 360 omgeving, zie je deze omgeving. En hier zie je een mapje voor je bouwkundige model, constructieve model, situatie en voor de onderaannemer. De onderaannemer is uiteindelijk de map waar wij gaan samenwerken met Inventor. En dit is het model wat je klaarzet. Nou, je ziet dat die hier geüpdate wordt naar versie 10 inmiddels al. Dus dat we hebben net hier weer geprobeerd. Dit model dat hij nu geüpdate wordt, kan ik hem in de cloud niet direct laten zien. Dus dat komt straks nog even. Je hebt uiteraard de optie om ook je geschiedenis hier terug te zien, versies terug te zetten, et cetera, et cetera. Maar dit model wordt straks ingeladen in Inventor. Nou, dan laat ik hem over aan jou. Dan klik ik op stopdelen. En als jij dan je scherm deelt. Moet ik even delen? Ja. Dit is nog niet mijn... Dit is geen Inventor. Nee? Als het goed is, zien jullie nu mijn Inventor scherm. Ik heb het input schermpje alvast even opgestart. Er zit altijd even wat tijd in. In dit schermpje heb ik leg ik een referentie naar de Revit file die Guido net in de cloud heeft gezet. En nog even terug, gewoon net het synchroniseren van deze file, dus dat ik deze file beschikbaar heb dat kan dus vanuit de Vault. Dat is op de achtergrond dan al gebeurd, zeg maar nu heb ik hem gewoon beschikbaar. Nu zie je hier in eerste instantie een preview van het hele gebouw. Dat is natuurlijk veel te groot om dit in te laden in Inventor. Ik heb maar een klein stukje nodig en daarvoor gebruik ik dan die uitsnede van die Guido net heeft klaargezet. Die staat hier in dit rijtje. Ik kan hier dus verschillende views selecteren. Nou, laat hij zo meteen een previewtje zien van de uitsnede. Dus dit is een stukje wat ik straks in ga laden. Klik deze even weg. Ga ik even naar mijn tweede schermpje, want ik had dat natuurlijk al even voorbereid. Als ik die dus ga inladen, krijg ik dit te zien. In Inventor. In principe lijkt het eigenlijk net of je dit... Ja, je hebt eigenlijk helemaal niet in de gaten dat je in een Revit-file werkt op dit moment als onderlegger. Hier links zie je hem wel staan. Dat hij geïmporteerd is. Hierin heb ik een pompopstelling geplaatst. Die zie je hier staan. Deze heb ik gewoon geïmporteerd vanuit de Vault. Dus dit werk je eigenlijk gewoon zoals je gewend bent vanuit Inventor. Deze heb ik op een bepaalde plek gezet. De constraints heb ik hem gepositioneerd. En de volgende stap die je doet, is dat je... En dat kan pas... echt op een goede manier, sinds Inventor, sinds versie 2022, kan je met de knop Simplify, wat hier bovenin staat, kan jij je werk- en bouwkundige installatie weer exporteren naar Revit. Hier zijn van allerlei instellingen mogelijk om dit model een beetje uit te kleden. Het is nu veel te gedetailleerd, dus dat is niet handig om dat in Revit zo te doen. Boutjes, moertjes, alle koelribben op zo'n pomp is er al een beetje te veel van groeien. Inventor heeft met deze Simplify functie de mogelijkheid om het model wat eenvoudiger te maken. Dit was vroeger ook bekend als de shrink wrap functie, maar hij is nu behoorlijk verbeterd.
zo zie je, dan kan je hier, je hebt ook de mogelijkheid om het echt in blokvorm te doen. Dat je in eerste instantie, door hierop te klikken, dan krijg je echt alleen de kubussen te zien. Nou is het echt, heb je echt totaal geen details. Maar dat klik nu even uit. Holes, fillets, kan je allemaal laten of weghalen of dat het tot een bepaalde grootte wel laat zien. Hieronder, internal parts, kan je ook verwijderen dat je alleen de buitenste schil nog hoger houdt. En vervolgens wordt deze file geëxporteerd als een Revit file naar een vooraf aangegeven locatie. Dat hebben we natuurlijk al even gedaan, omdat daar dus best wel wat tijd in zit. Dus daarom eventuele updates of het exporteren daarvan zou je ook via de Vault kunnen doen. De Vault beschikt over een jobprocessor die dat dan voor jou uitvoert, zodat jij gewoon verder kan met je gewone werk. Maar deze file heb ik inmiddels geëxporteerd. Ik geef hem dan nu even terug aan Guido, die laat dan zien dat deze installatie bij hem ook op de juiste plek terechtkomt, doordat het nulpunt ook juist mee geëxporteerd wordt. In dit geval, en normaal gaat dat vanuit de Vault via de desktop connector naar je cloud omgeving, zie je dat hij het Revit bestand daadwerkelijk in deze omgeving zet. Nou, het is daadwerkelijk een Revit file en dit heeft als groot voordeel dat het nulpunt straks uiteindelijk in één keer goed staat. Dit model kan ik dus ook hier openen en dan zie je ergens bovenin zie je die pomp zweven. Nou, dat betekent dat natuurlijk hier dus mijn gebouw als onderlegger nog totaal niet bij zit. Hij exporteert daadwerkelijk alleen de pomp en niet je Revit model ook nog eens. Dus dat is wel fijn om te weten. Wel is het zo dat je nu normaliter... Oh, Revit Guido. Dit is Revit. Normaliter zou je nu direct willen linken uit jouw cloud. En met modellen die al uit de cloud worden aangemaakt, doe je dat als volgt. Je klikt normaal op link Revit. En even wachten tot die opent. Je gaat via de map Revit Inventor Project Files onderaannemer. Nou, en je ziet hier dat ik al even een cloudmodel ervan heb gemaakt uit Revit. Dit is niet het model wat Wim zojuist heeft geëxporteerd. Ook niet heeft voorbereid. Dus normaal zie je hier helaas het model niet staan. Dat is om de een of andere gekke reden dat hij zegt dat het nog niet een cloudmodel is, maar gewoon een Revit file. Kun je hem dan niet direct linken vanuit de cloud? Nou, kan wel. Via deze PC, Autodesk, Docs, Cadix. Even kijken hoor, wat staat hier? Revit Inventor. Je moet eens iets meer klikken. Onderaannemer. Hier staat daadwerkelijk dat normale Revit model. Dus die kan ik in één keer linken via de desktop connector uit de cloud omgeven. Als je dit doet en je publiceert uiteindelijk je model, is het wel zo dat je hem niet ziet in de cloud. Dus vandaar dat ik hem ook al een keer heb gedownload en er een cloud model van heb gemaakt. Laat nu even zien, ik klik op open en eigenlijk zonder dat ik dan verder iets hoef te doen, komt daadwerkelijk de pomp in één keer op de juiste plek. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon het knap en dat is ook wat je direct wil in deze samenwerking. Ik hoef hem namelijk niet los te gaan plaatsen, ik hoef hem nu ook niet te updaten of wat dan ook. Ik zie gewoon in één keer de pomp. Dus hij heeft dit letterlijk in één keer goed gedaan vanaf het nulpunt. Je hebt daarnaast ook, en dat is ook fijn om te weten, niet een gigantische box eromheen.
Dus waar je in het verleden ook wel zag dat families op deze manier geëxporteerd werden en dat ze enorm grote selectieboxen eromheen hadden. Nou, dat is nu in de 2022 versies niet meer het geval. Nou, dat is heel fijn. Wat is dan wel een nadeel van dit, dat het puur een Revit bestand is en niet een family? Er zitten geen connectoren en dergelijke in. Dus je hebt alleen maar je geometrische object en niet, niet de connectoren. Dus ik kan nu niet heel makkelijk zeggen van hier komt een aansluiting van een bepaalde leiding. Je ziet daarnaast nog wel dat deze natuurlijk niet is verkleind. Dus dit model, als ik nu ga draaien, zie je dat dat voor Revit zwaar is. Uiteraard, als ik even mijn grafische instellingen hidden line zou zetten, zie je nog steeds dat dat best zwaar is. En vandaar dat je ook daadwerkelijk wel die shrinkwrap, shrinkwrap functie, maar dat je die wil verkleinen. Ja. Ja. Je wil je simplify, dat woord zocht ik. Simplify daarvan. Ik heb dit model nu ook al een keer even gesynchroniseerd naar de cloud in de achtergrond. En wat je dan ziet, en dan ga ik even een paar versies door. Dus versie 10 was mijn laatste update. Als ik daar ga kijken naar de technische ruimte sneden, zie ik uiteraard geen pomp staan. Gaan we iets verder terug in de cloud, versie 9. Technische ruimte, zie je hem ook niet. In versie 8 heb ik daadwerkelijk het cloudmodel gelinkt. Dus die heb ik gedownload vanaf de BIM 360 en vervolgens vanuit Revit als cloudmodel opgeslagen. Ga ik daar kijken, technische ruimte, dan zie je ook hier die pomp staan. Dus uiteindelijk heeft het een groot voordeel om een cloudmodel te hebben, want dit is natuurlijk hetgene wat je uiteindelijk ook op de bouwplaats kunt gaan zien. Zitten dan verder heel veel eigenschappen in? Nou, in dit geval niet zo heel veel. Dus omdat het een Revit bestand is en niet een family, zitten daar natuurlijk andere eigenschappen in als jouw normale eigenschappen die je wel in je Revit objecten hebt of in je families hebt. Dus dat zijn wel aandachtspunten die er zijn. Maar dat je hem al direct hier kan zien met zijn goede positie, et cetera, heeft echt wel een heel groot voordeel. Nou, de samenwerking zelf gaat op zich vrij vlot. Dus zodra ik synchroniseer en je hebt de volt op automatisch synchroniseren staan, wordt die update relatief snel doorgezet. Zie je ook direct in Inventor van let op, het cloudmodel is geüpdate, wil jij hem ook updaten? En ook het terugschrijven gaat natuurlijk behoorlijk vlot, omdat die samenwerking via je internetverbinding is. Dus deze samenwerking, ja, wij denken dat die eigenlijk sinds de nieuwste versies echt wel behoorlijk goed samenwerkt. En je data is ook in één keer veilig en je hebt al je versiebeheer, et cetera, et cetera. Ga ik even terug naar PowerPoint. En dan komen ze ook natuurlijk nog even op de vragen. Dus grote voordelen van het werken van zowel met Volt als Collaborate Pro, dat jij je versiebeheer hebt. Je hebt daadwerkelijk ook rechten die je kunt toekennen tot op mapniveau, echt in je hele structuur. Je ziet direct de modellen op de bouwplaats. Ieder moment heb je je model inzichtelijk. En je hebt goed grip op wat er verspreid wordt op welk moment. Grootste nadelen, je hebt wel wat extra tools nodig. Dus zowel voor de synchronisatie richting Volt heb je de desktop connector nodig. En ook als jij in één keer jouw model wil linken in Revit, heb je op dit moment nog de desktop connector nodig. Het zou echt wel fijn zijn als in de toekomst dat niet meer nodig is. Dus dat je in één keer vanuit de cloud kunt gaan linken, dat het gewoon in één keer een cloudmodel is. En dat is ook die onderste. Uiteraard is dat je linkt en het nulpunt in één keer goed hebt, is een heel groot voordeel hiervan. Afronding. Nou,
Mocht je hierover meer willen weten, vaak zijn het heel specifieke vraagstukken. Dus uiteraard kun je deze vragen bij ons neerleggen. En dan kan Wim of ik of een andere collega of meerdere collega's kunnen daar antwoorden op geven. Ook bij jullie zelf. We gaan nog even naar het vraag- en antwoord gedeelte. Ik zal zo eventjes de chat openen. Mochten er nog vragen zijn die hier buiten vallen of die we op dit moment niet kunnen behandelen, dan zullen we dat uiteraard via de mail later gaan doen. Nou, vragen die gaan via de chat, die ga ik even openen. Even kijken hoor. Dus dit is inderdaad in de versies 2022, ook het Revit-bestand bij mijn weten. Weet misschien beter, hè? Vanuit Inventor kun je geen Revit-bestand volgens mij vanuit 2021 versturen. Dan is het alleen een family. Toch? Kijk even naar de laatste vraag. Hè? Ja hoor, en dan heb je de desktop connector op dit moment nodig, ook voor je Volt synchronisatie. Klopt, maar die kan in principe als jij een de Volt Professional gebruikt met jobprocessor. De PC die gebruikt wordt als jobprocessor, die heeft de connector nodig. Ja. De andere niet. Nee. Nee, dus dat is ook, je hebt die echt alleen maar voor de synchronisatie op dit moment nodig richting Volt. En de desktop connector, die wordt op dit moment ook in onze demo gebruikt om in één keer het model te linken. Uiteraard kun je daar ook zonder je desktop connector, je kan het model gewoon downloaden vanuit de cloud. Dus je kan je bronbestand downloaden vanuit de cloud en met je hem ook. Maar ja, het is dus nu nog niet zo dat je direct je cloud model linkt. Even kijken hoor. Bij het opslaan van Revit naar een cloud model heb je nog wel automatische update. Nee. Nee, zodra jij, en dat is inderdaad een groot nadeel ook wel, Peter, vandaar dat we het zo toelichten. Omdat jij er een cloudmodel van maakt, krijgt hij eigenlijk een andere naam. En het is ook niet zo, als je hem dan overschrijft, dat het weer een cloudmodel wordt. Dus het zou echt een groot voordeel zijn wanneer die file uit Inventor en... Ja, het is natuurlijk te hopen dat dat in volgende updates of versies ook het geval is. Dat daadwerkelijk direct een cloudmodel gaat zijn. Want dan hoef je niet meer zelf er een cloudmodel van te maken. Via de desktop connector is het uiteraard wel zo. Die link die wordt gewoon geüpdate. Alleen dan zie je hem weer niet in de cloud. Dus er zit een verschil of je hem linkt vanuit de desktop connector of vanuit de cloud. Terwijl het letterlijk hetzelfde model is. Maar ja, helaas. Nee, je kan inderdaad zeker niet met... je moet wel dezelfde versies hebben. Maar dat is ook wat je gaat krijgen bij het Revit onderlinge samenwerken. Ja, nou, even over de Autodesk Construction Cloud docs. Wat je eigenlijk nu hebt gezien, dat is de Autodesk Construction Cloud. Die docs-omgeving die is hetzelfde als je normale BIM 360-omgeving. Dus die werkt goed samen met de Fusion 360 Cloud, die samenwerking. Die zijn wij wel aan het kijken wat daarmee kan. Want ook dat is natuurlijk interessant. Zeker omdat je ook in Fusion 360 heel makkelijk weer Revit files kunt inlezen. Die samenwerking hebben we op dit moment nog niet. Het principe is hetzelfde. Je kunt ook Fusion en Inventor koppelen wat makkelijker, maar gaat wel... lijkt heel erg hierop. Ja. Dat is ook in de cloud eigenlijk. Ja. Ik heb wel eens gezien dat er geprobeerd wordt om Inventor files te laten synchroniseren via de Fusion Cloud. Ja. Dat werkt niet zo heel goed. Als je alleen bent, dan wil het wel. Het is een beetje het Dropbox principe of OneDrive. De files worden mooi gesynchroniseerd, alleen het grootste verschil tussen Fusion en Fusion en Revit dan even aan de ene kant.
En Eventor aan de andere kant. Dat Eventor kan echt, kan een assembly misschien wel uit duizenden onderdelen bestaan, subassemblies en relaties onderling. Dat heb je bij Revit en Fusion, dat zijn fracties daarvan eigenlijk, ja. Qua onderlinge relaties. Dus dat leent zich dan prima voor een cloudomgeving. Ja. Inventor is, ja, je zit gewoon vast aan, eigenlijk als je dit goed wil, aan een Volt. Ja. Ik vind het ook een hele leuke vraag voor een toekomstige webinar, Peter. Nee, ik kan natuurlijk niet reageren nu, alleen via het chat, maar zeker een die op onze shortlist komt. Dan denk ik dat de vragen zijn die we gezien hebben. Ik zie nu net nog een berichtje. Hou me op de hoogte. Nou, dat gaat ook zeker gebeuren. Wij zullen uiteraard iedereen hiervan op de hoogte houden. Zodra wij nieuwe webinars of nieuwe updates hebben, komen die altijd ook naar jullie toe. Mochten jullie nou nog andere wensen hebben voor webinars, dan zijn wij altijd benieuwd naar, zeker in het kader hiervan. Je kunt dat altijd mailen ook naar info@kadex.nl. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar hè, spam lekker het teamadres met webinar ideeën. Wij willen jullie bedanken voor de belangstelling en voor de aandacht. En wij hopen jullie te zien in een volgende webinar of in een consultancy, dan wel training. Tot ziens. Bedankt.